Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Zegwaard, Autowust, Van den Assem Schoenen en de Rabobank. Welkom bij de tweede aflevering van CIO TV. Vandaag is het echt begonnen in het Kralingse Bos in Rotterdam met onder meer de dressuur. Voordat de paarden in actie mogen komen, moeten ze eerst door de veterinaire keuring. Dit is de keuring van Siro, het toppaard van de Rotterdamse Amazone Danielle Heikoop. Bij hem is alles in orde en Siro mag meedoen. Dan gaan ze eigenlijk kijken hoe het paard eruit ziet. Of het chipnummer klopt, of misschien kom je met een zwart paard en heb je een heel ander paard van stal afgehaald. Dus dat is altijd belangrijk dat dat klopt, dat het ook wel echt dat paard is. Ja, dan kijken ze of die geen rare wonden heeft of dikke benen of andere rare dingen. Wat we doen is dat we eerst kijken met een chipreader of het een goede paard is. Dan kijkt mijn collega op dit moment op het plaatje of het het goede paard is. En dan laat hij hem stappen en draven en dan kijken we of het paard regelmatig loopt. En als hij goed regelmatig loopt, dan mag hij meedoen. Kijk, en dan kun je zien hoe die draaft. De ruiter rijdt hem voorzichtig om en dan komt ze netjes terugdraven met hem aan een lang los teugeltje. En dat paard loopt heel netjes mee. Deze is geslaagd. Ik kijk even. Ja, hij is geslaagd. Vaak is de veterinaire keuring een formaliteit, maar niet altijd, want het trainingspaard van Danielle Heikoop komt niet door de keuring. Die had ik meegenomen om hier te trainen en ook voor de prijsuitreiking, want mijn huidige toppaard Siro, die houdt echt niet van prijsuitreikingen. Dus ik had mijn tweede paard Bedari meegenomen, maar die is, ja, daar staat Rotterdam een beetje onbekend dat er veel insecten zijn. Waarschijnlijk heeft hij een allergische reactie op een insectenbeet, dus die moet helaas naar huis, ja. En moest die ook door de keuring heen? Of? Alle paarden die hier staan, die dus eigenlijk deelnemen aan dit evenement, of het nou in de wedstrijdring is of niet, moeten gewoon gezond zijn. Dus dat is gewoon echt een feit. Maar goed, dat soort dingen kunnen gebeuren en daar moet je altijd rekening mee houden. Alleen, ja... Je hebt het nooit altijd voor het zeggen. Je gaat er niet vanuit, maar het kan altijd gebeuren. Met andere woorden, je hebt nog een paard bij je. Nou ja, dat in die zin, net zoals nu, daar had ik niet van verwacht natuurlijk dat hij ineens nu gestoken zou zijn binnen 1 uur tijd. En dan zie je, ja, gelukkig heb ik met hem dan nu geen wedstrijd. Maar ja, voor hetzelfde geld heb je wel een wedstrijd staan. Ja, dan kan je niet meedoen. Er zijn veel wereldtoppers op het CIO, maar ook talent uit de regio krijgt een podium. Op zondag zijn de halve finales en de finale van de Zuid-Holland Cup, een dressuurwedstrijd voor verenigingen uit Zuid-Holland. De Hoeve Westland Ruiters is één van de kanshebbers op de titel, met als blikvanger Danielle van Mierlo. Zij reed op haar 11e al op het CIO. Toen deed ik alles nog bijhouden in een plakboek. Dus je ziet hier mijn deelnemerskaart en de parkeerkaart en de uitnodiging dat ik mee mocht doen met de dressuurkliniek die daar georganiseerd werd. En hier heb ik nog een aantal foto's. Wat heel grappig is, want nu herken ik me helemaal niet meer terug. Maar het is wel een heel leuk aandenken. Die is nu 24 jaar. Hey jongen. Dit is hem. De opa van stal. Dit is wel mijn eerste liefde, zeg maar. Ik weet ook niet wat er met me gebeurt als die er straks niet meer is. Maar dat geldt natuurlijk voor alle paarden. Maar het is wel bijzonder dat hij dan eigenlijk heel zijn leven nog bij mij is gebleven. Dus ik heb ook altijd nog die andere meisjes die hem na mij hebben gereden nog intensief begeleid. Gewoon dat hij echt goed gereden werd en een goede verzorging kreeg. En, ja, het is wel mijn oogappeltje. Dat is Evita. Die staat hier zo ook op stal. Die is nog best onervaren, maar wel heel talentvol. Dus ik weet nog niet wat ze gaat doen op het CIO zelf. In de voorronde had ze de hoogste dagscore.
Dus de druk ligt er wel een beetje op. Het is wel een thuiswedstrijd. Het is zo dichtbij en je wordt toch wel snel bij betrokken als Amazone in deze regio. Zeker omdat ik daar al zoveel jaar heb gereden en daar nu weer terugkomt. Fout. Ik zei komt. Ik kom wel veel in Rotterdam, ja. Rotterdam. Ja. Ja, ik kan iets minder liegen hoe slecht het is gegaan. Maar eigenlijk, het CAO gaat altijd heel goed. Dus dan is het extra leuk dat je dat met mensen kan delen die speciaal voor jou daar zijn komen kijken. Dus het maakt het wel spannender van vooraf. Maar uiteindelijk is het leuk als je iedereen om je heen hebt en het gaat zo goed. Als eerste onderdeel van het CAO staat dit jaar de Grand Prix 5 sterren dressuur in de landenwedstrijd op het programma. Dat is dressuur op het allerhoogste niveau. En dus genieten de echte kenners volop. Ik vind het prachtig. Ik vind het echt heel mooi. Het is van de ene kant is het spannend, maar van de andere kant is het gewoon ook echt heel leuk. En ik geniet er zeker van, absoluut. Ja. Rotterdam is eigenlijk een highlight voor ons jedes jaar, weil eerst maar abgesehen vom Wetter, die ganze Umgebung hier, das ganze Management top is und eine wunderbare Atmosphäre hier im Wald quasi reiten zu können. Das Stadion ist sehr, sehr schön. Also ich komme schon erst als Reiter, jetzt als Trainer schon, ich möchte sagen, bald 20 Jahre nach Rotterdam. Und insofern war Rotterdam für mich persönlich immer eins der wichtigsten und schönsten Turniere im Jahr. Maar naast genieten staat er ook heel wat op het spel. Er wordt namelijk niet alleen gestreden om de prijzen, maar met het oog op de Spelen in Rio is het CAO een cruciaal meetmoment. Ja, het is gewoon heel belangrijk. Weet je, het is toch een wedstrijd waar ook vier juryleden zitten die straks ook in Rio zitten. Dus het is ook belangrijk om te zien hoe zij ten opzichte van een bepaalde combinatie staan op dit moment. En ook voor onszelf natuurlijk om gewoon te zien van ja, hoe presteren ze in zo'n ring, in deze hele atmosfeer. Dus het is gewoon zeer belangrijk. Ja, absoluut. Dus, ik denk dat de meesten ook met een van hun beste teams hier zijn. Omdat ze daar wel een beetje, ja, het is een belangrijke wedstrijd, het is natuurlijk een 5 sterren. En dan gaan ze kijken van ja, waar staan we en dan gaan ze vergelijken. Ze kunnen hier perfect vergelijken van wie tegen wie en dan afmeten en dan ja, hier een rapport maken en om dan te beslissen. Alleen zit het weer tegen. Al in de ochtend moet een oefening stil worden gelegd vanwege het onweer. Het leidt tot vertraging en extra spanning. En die spanning kost Danielle Heikoop een goede klassering. Ze is namens Nederland de eerste die rijdt, maar haar paard Siro blijkt aan het begin van de oefening veel moeite te hebben met de verstoorde voorbereiding. Nou, weet je wat het vooral is, en ik denk dat er bij Siro ook wel een beetje meespeelde. Daarnet toen werd alles even stilgelegd en toen moest iedereen die was aan buiten losrijden. En die moest hier naar de kleine binnenhal van de Rotterdamse manege. Dus ja, dat is met z'n allen daarin, hup, weer naar buiten. En dat is, voor die paarden is het toch best wel ja, hectisch. En ja, sommige paarden die pakken daar dan toch op om, ja, om een beetje onzeker of druk te worden. Dus dat kan zeker meespelen. Maar ja, dat is de realiteit, dat is het weer. Zo werkt het, ik bedoel... Dat kan overal gebeuren. Een score van 69,180% is het resultaat. Teleurstellend, zeker aangezien Siro na lang blessureleed eindelijk weer in topvorm leek te zijn. Zaterdagavond kan de combinatie laten zien dat ze veel meer in huis heeft als ze de kuur rijdt. En dat zal moeten ook, want de concurrentie voor een plek in de Nederlandse Olympische ploeg is moordend. Hoe dan ook, de kop is eraf. Het CAO is echt begonnen en dus heerst er tevredenheid. Over de topsport en ook over minder voor de hand liggende redenen. Ich genieße vor allen Dingen neben dem Turnier, neben dem Sport, jedes Jahr meinen Pfannkuchen im Pfannkuchenhaus. En zo zit de tweede aflevering van CAO TV er alweer op. Kijk morgen weer voor een dagelijkse dosis paardensport op topniveau en voor sfeer vanuit het Kralingse Bos. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Zegwaard, Autowust, Van den Assem Schoenen en de Rabobank.